Mijn zaak, waar jullie nou zijn, is begonnen in 1955. Mijn vader heeft ze toen opgericht. Dus we bestaan dit jaar 60 jaar. In het jaar 1983 heb ik alleen de zaak doorgezet. We zijn altijd een winkel geweest in audio-video. En hebben ons altijd toegelegd op een beetje de betere merken. Zoals een Leuwe, een Onkyo, een Marantz, een Yamaha, een Bose. Dus ook merken waar we alleen vertegenwoordiging in de stad hadden. In het jaar 1998 heb ik voor het eerst stappen ondernomen, omdat ik toen 65 werd, te zeggen we moeten iets gaan doen en kijken hoe gaan we het voortzetten en of is er een overname in. Ik werd toen door enkele mensen benaderd, we hebben dat toen redelijk ver doorgevoerd, maar in datzelfde jaar ging de economie ook sterk bergaf. En door die reden is dat op dat moment toen niet gelukt. En mijn bedrijfsleider, deze man heeft vorig jaar mij benaderd en gezegd, ik wil nu wel overnemen. En anders moet ik zelf iets elders gaan zoeken. Gezien mijn leeftijd, ik ben inmiddels 73 jaar, hebben we toen besloten, we gaan dit verder uitwerken. Toen kwam het ook in beeld. We hebben toen daarmee contact gezocht. Een van de consulenten is mij komen bezoeken. En die heeft ons geholpen wat problemen die er toch duidelijk waren voordat er een goed eind te breien opgelost. Hij heeft dingen voor ons uitgezocht. En een tweede fase erop teruggekomen. Onder andere, hoe zit het met stakingsrecht? Hoe zit het met een pand wat zakelijk gekocht is en wat overgebracht moet naar privé? Wat zijn de fiscale dingen die daar op ons neerkomen? Moet er in een overnamecontract staan? Wat moet er in een huurcontract staan? En meerdere van die dingen. Hij heeft ook dingen echt diep voor ons uitgezocht, waardoor het duidelijker en duidelijker richting was. We hebben eigenlijk iedere keer een beetje huiswerk van hem gekregen. Hij kwam weer terug. We hadden het uitgewerkt, hij had dingen uitgewerkt. Dus we hebben het concrete vormen aangenomen. 28 februari van dit jaar zijn we definitief de overdracht plaatsgevonden. Dus mijn bedrijfsleider zet de zaak nu voort. Eigenlijk met hetzelfde concept en onder dezelfde naam. Ik blijf er als adviseur bij betrokken, maar ook in een afbouw zal dat gaan lopen. En voor de rest blijf ik er financiële gedeelte bij betrokken voor de komende jaren. Dat zal ook langzaam afgebouwd worden, dat hij het alleen gaat doen.